Even voor 7 uur werden de spieren losgemaakt door een instructrice van Ladies for Fit. Daarna gingen honderden lopers precies om 7 uur van start. Van Kolzander, voorzitter van de 40 MM. Hoe lang al? 2 jaar. Dus ik ben nu voor het 2e jaar voorzitter van de 40 MM. En ik heb een stokje overgenomen van Piet Boon. Verwachten jullie meer wandelaars vandaag? Nou ja, de verwachting is dat we 15-20% meer wandelaars hebben als vorig jaar. En dat zag er gisteren zo uit. En daar gaan we nog steeds vanuit. En als ik nu zie wat de wegloop is en wat er gestart is om 7 uur, dan is die indicatie juist. Waar gaat het geld wat de lopers bijeen hebben gebracht naartoe? Nou, het gaat naar ongeveer 120 projecten in de minder ontwikkelde landen, dus de derde wereld. En wij ondersteunen nog steeds mensen die zeg maar voor wezenhuizen, voor educatie. Nou ja, weet je, praktische middelen als zijnde gewoon ondersteuning om het leven wat leuker te maken. En daar horen inderdaad de naaimachines bij, daar horen de waterpompen bij. Landbouwspullen, dat hoort er allemaal bij. Mooi weer vandaag. Het is hartstikke mooi weer. Het is 20, 23 graden. Er staat een licht windje. Het is hartstikke mooi. Dus ik denk dat het een fantastische dag wordt. Ben je wel gewaarschuwd voor de sterkte van de zon? We hebben alle waarschuwingen lopen. De controleposten zijn dusdanig ingericht dat ze daar ook nog eens een keer geattendeerd worden op het mooie weer. We hebben aan alle kanten hebben we voorzieningen voor water, voor limonade, voor koekjes. We hebben zelfs tegenwoordig zuivel hebben we in de route staan. We hebben pannenkoek in de route staan. Dus aan alles is gedacht. Dus op zich gaat dat gewoon hartstikke goed. Nieuw was de route door boven Kaspel. De lopers liepen over de nieuwe fiets- en loopbrug die over de nieuwe N307 is gebouwd. Dit waren de mensen uit Bolivia ook niet ontgaan. Je hebt een bijzondere manier om deze 40 mm te lopen. Dat doen jullie op skateboard. Ja, dat klopt. En daarom zijn jullie waarschijnlijk een van de eerste die hier bij deze controlepost komen. Ja, want dat komt omdat we de enige zijn die via de longboard gaan. En ben je al een keer gevallen? Nee, gelukkig niet. Wel bijna, ook bijna aangereden, maar we zijn er nog. Oh, dus het is ook een beetje gevaarlijk langs de weg? Nou, niet per se gevaarlijk. Het is alleen af en toe let je dan net niet op en mensen rijden best wel hard, dus dan moet je wel even oppassen. En hoe lang doen jullie dit al? Het is het 2e jaar dat we het meedoen met de 40 en met longboarden. Dus jullie hebben weinig gelopen, alleen maar longboarden? Ja, heel weinig gelopen zelfs. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk op ons longboarden te gaan. Waar komen jullie vandaan? Ik uit Van Huizen. En ik uit Oosterdijk. Mijn dienstkameraad die is journalist voor de Gelderlander. Dankjewel. Doeg. 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 Ja, dat is wel.